toch heb ik stiekem een klein beetje klamme handjes bij het begin van deze show. Het is Joey Kooivoets en Barend van Delen dan. Ja! Ik vind het ook gek dit om aan de andere kant te zitten. Het is heel bijzonder, maar even uitleggen hoor. Want jaren terug hebben wij al iedere donderdagavond de radio gemaakt samen op X-Noise. Ja, hebben we ook nog gedaan. Dat was altijd een groot feest. Niks aan de hand, was leuk ja. Het voelt nu echt alsof het een donderdagavond is. Ik vind het zo leuk. Ja, ik vind het leuk. Gewoon Wijnand die is in Vietnam. Die is lekker een paar weekjes aan het napalmen daar. Dus die zit daar goed. En ik mag erbij zijn. En vorige week had ik oorontsteking, kon ik niet. Toen heb ik het in je eentje gedaan. Goed ook gewoon, hartstikke goed. En vannacht ben ik erbij. Ja, en deze show gaat natuurlijk niet zonder de Dutch Madonna. Straks weer de Dutch Madonna een liedje laten zingen. Daarmee maak je kans op de week-cd. Oké, en muzikaal gezien begon je ook lekker met Gunn. En ik hoorde ook Gavin DeGraw. Ik heb zo'n mooi verhaal over Gavin DeGraw. Tell me. Die ooit werd aan hem gevraagd van, joh, wanneer wist jij nou van... dat je beroemd was, dat je echt bij de goden der aarde hoorde. Wanneer wist je dat nou? Echt 2006, 2007, toen hij die grote hits was. Hij ging op vakantie met zijn vader naar Sicilië. En hij besloot op een mooie avond van... joh, we gaan even in het centrum kijken van een stad daar in Sicilië. Bij een viswinkel in de etalage. Zodat we dan de dag daarna de hengels kunnen halen die we willen hebben. Kunnen we daar gaan vissen. Hij met zijn vader daar naartoe. Stond hij voor een etalage te kijken naar die spullen. En naast hem stond een zwerver. En die zwerver had in zijn hand een transistorradiootje. En uit die radio kwam een plaat van Gavin DeGraw, Chariot, van 5-6 jaar geleden. En die zong die zwerver mee. Dus je moet je indenken, je staat er met je vader sta je op Sicilië, voor een raam, te kijken naar iets. En je hoort een zwerver, zo'n dronken mogol. Oh, Chariot. Dat is toch fantastisch? Dat is te gek. Ja. Wat een mooi verhaal, man. Ja, zeker. En ook die nieuwe single geproduceerd door die gasten van One Republic. Helemaal niks mis mee. Nee, ik vind het misschien wel de beste plaat die hij tot nu toe gemaakt heeft. Nee, ik vind Chariot nog steeds, is nog steeds mijn ding. Oh, daar ben ik wel een beetje klaar mee, eerlijk gezegd. Ja, oké dan. Hey, straks voor je nieuwe muziek van de Kaiser Chiefs. Want we gaan dat album straks weggeven in het album van de week. Ook Iggy Pop komt eraan. En gewoon lekker tot 4 uur. Joey Kooivoets, Barend van Delen. En dit is de nieuwe Volbeat op 3FM. And Heaven for Hell. That the devil's walking around. I saw my soul. Kees van Kempen, je bent mijn held. Ja, van mij ook, ja, Casey. Krijg ik een sms'je binnen, oplossing van de puzzel van een kwartiertje geleden, Hound Dog van Elvis Presley. Je bent een klein beetje laat. Dus geen week-cd voor je, maar ik vind het wel tof dat je nog even sms, dankjewel daarvan. Hey Joe. Ja. Jij was hier vanavond hoe laat? Ik was hier om 8:30 volgens mij al gisteren. 8:30. Ja. Dus je hebt hier ook gegeten? Ja. Dit lijkt me namelijk typisch een geintje van jou. Ik zie hier een bon liggen van New York Pizza. Hilversum, de Gijsbrecht van Amstelstraat 146. Jij hebt gegeten 1 medium margarita met ananas, ui, paprika, tandoori in gehakt. €16,10 man voor een pizza. Wat een geld, joh. Ik stond er ook van te kijken. €16,10 voor een pizza. Heb je dat echt betaald? Ja. En ik kon kiezen voor zo'n mini-pizza, maar ik denk van ja, dan krijg je zo meteen weer zo'n lullig, ellendig, kleine pokkending. Maar hier heb je de helft maar van opgegeten. En heb ik weer honger. Ja, maar Roos heeft me geholpen. Oh, hartstikke goed. Kijk eens dan. ik moet zo lachen. Want dat ding is bezorgd om 9:30 onder een naam waarvan ik denk, ja, die werkt hier helemaal niet. Je hebt daar serieus George Clooney op gezet. Ja. Dus die gast kwam boven. Die kwam hier boven en wat zei hij? Ja, serieus. Ben jij George Clooney? Dus ik zeg ja. Waarop die gast mij echt heel glazig aankijkt en zegt... maar je heet toch niet echt George Clooney? Oh, dat zei hij echt ook. Ja. Mooi, alleen man. Daarvoor heb ik hem al €5 voorgegeven. Dat vind ik zo mooi, dat soort jongens. Dat was een duur pizzaatje, €21. Ja, maar goed, het was wel lekker. Oké, dan is het goed. Message. Heerlijk Green Day op de radio te horen geeft nog een beetje energie. Ik ben namelijk post aan het sorteren die ik morgenochtend om 7:30 weg moet brengen. Wat een leven. Groeten van Bram. 7:30. Ja. Post. Ja, je doet het maar. Weet je wat het is met vroeg opstaan? Het werkt gewoon niet. Het is voor mij gewoon geen goede combi. Een paar weken geleden moest ik de show van Frank doen. In het weekend in de ochtend. En dat is zwaar, hé. Dat is zwaar, dat wil je helemaal niet weten. Jij zit niet in dat ritme. Nee, dat is het misschien, ja. Maar ik vind het juist altijd heerlijk. Ja? Uurtje of 7, het wekkertje. Ja, want je moet weten, ik heb wel eens bij Joey geslapen. En dan, hoe laat we ook thuis waren, vroeg eruit. Ja, altijd. Ik kan me nog heel goed herinneren, er was één avond met een groot feest. Ja. 5 uur dat bed in, en om 8 uur weer gewoon daarna. Ja, ongelooflijk. Ik kan dat niet. Nee. Ik kan niet uitslapen. Ik wel heerlijk. Dat is iets met een ritme. Ik zie het af en toe, afgelopen zaterdag bijvoorbeeld, dan heb ik gewoon, dan regent het en dan lig ik heerlijk. Niks aan de hand. Nou, liever jij dan ik. Okay. Message in a bottle.